Nederland is hetzelfde qua geld als Amerika met seks. Niemand praat erover. Dat vindt de Almeerse Amee Potts. Ze heeft zelf schulden gehad en is nu budgetcoach bij ABN Amro. Amee is hier, goedemiddag. Ja, ik zal even je microfoon aanzetten. Oh, dat praat nou, goedemiddag. Hoi. Ja, hoi. Uh, ja, is het echt nog steeds zo'n taboe om het over geld te hebben? Ja, nog steeds. Ja, je merkt het. Kijk, nu de energieprijzen zo gestegen zijn, is het gewoon iets wat algemeen bekend is. Veel op tv komt, op radio komt. Dus mensen hoor je op de markt of in de supermarkten letterlijk over praten. Maar op het moment dat het wat persoonlijker wordt, dus dat het losstaat van wat heel Nederland meemaakt. Praten mensen er gewoon niet graag over? Want niemand heeft een probleem eigenlijk. Je wilt het ook niet laten weten, want de buurman heeft een mooie auto en waarom ik niet. Dus dan ga je daar niet over praten, waarom jij dat niet kan. Was het bij jou ook zo? Ja. Vertel, wat, wat is jouw geschiedenis? Uh, mijn geschiedenis is: ik was 19 jaar toen mijn ouders gingen scheiden en 20 jaar toen mijn moeder is overleden. Um, die had een kinderopvang. En eigenlijk gaat de omgeving ervan uit dat jij dat allemaal maar doorstart. Um, nou, dan ben je twintig jaar, heb je nog helemaal geen opleiding afgerond en heb je ook eigenlijk helemaal geen zin in een eigen bedrijf. En omdat niemand, zowel een notaris niet of familielid of wie dan ook, niemand jou steunt van wat jouw keuze zijn, ging ik eigenlijk maar door met het bedrijf. Um, ja, en dan ben je op zaterdag is je moeder dan overleden. Op maandag ben je ineens directeur van een kinderopvang. Niemand die je helpt. Niemand die je vertelt dat er een factuur op die datum betaald moet worden. Niemand die jou vertelt dat je facturen moet versturen naar je klanten. En dat heb ik uiteindelijk drie jaar volgehouden. Totdat ik letterlijk achter mijn bankmaat verstoppen was voor de schuldeisers. En op 1 april toen dat jaar heb gezegd: ik knok ermee. Hoe hoog was de schuld toen? Vier ton. Ja, dat is toch bijna. Dan heb je bijna niets betaald misschien wel. Wat... Nee, het heeft inderdaad mee te maken. Je moet verplicht je huis verkopen. Nou ja, dan zit je altijd onder de prijs die je er misschien voor kan krijgen. Want het moet snel verkocht worden. Dus je houdt een restschuld van hypotheek over. Uh, je hebt zakelijke schulden die erbij zitten. Um, omdat je veel geld ziet binnenkomen. Hè, want het bedrijf liep gewoon goed. Ja, ging ik dingen kopen als een telefoon waar ik bedoel kan het betalen, waarom koop niet het nieuwste model en dan geen abonnement. Nee, makkelijk af meteen kopen of afbetalingen, Dat soort door, door kredieten. Maar hoe kan dit nou? Uh, hoe kan dit? Door gewoon het feit dat je er niet over mag praten. Er werd letterlijk in mijn omgeving gezegd... Uh, als ik dan vraag... je moet niet vertellen dat je het krap hebt, hoor. Dat is gewoon jou, jouw privézaak. En dan zeg ik, ja, maar als ik er niet over praat, dan... niet, niet doen, gewoon niet vertellen. Dat, dat kan tegen je gebruikt worden. Nou, wat ik eigenlijk bedoel, kom je hierin terecht? Want uh, je hebt toch wel iets... Wellicht geleerd over hoe je met geld om moet gaan? Of was nee, dat, ja. eigenlijk, ik heb die steun dus niet gehad en dat is ah. niet kwaad vanuit mijn ouders geweest. Mijn moeder was ernstig ziek en daar ging alles naartoe. Alle aandacht ging daarheen. Dus ik zat nog op school en ik deed interieurstylistenopleiding. Nou, dan leer je echt niet hoe jij je inkomsten-uitgaven moet doen. Plus het feit dat ik op zaterdag nog geen inkomsten had en op maandag directrice was. En ik denk vooral het feit dat als jij niet de mensen om je heen hebben die daar handig mee zijn, en dat kan vanuit ouders of vanuit leraren zijn. Iemand hoef je maar op weg te helpen. En als je die basis al niet hebt, ja, dan kan het eigenlijk al heel snel misgaan. Ja, dan ben je dus 23 of 24 ja. en heb je een schuld van 4 ton. Ja. Hoe kom je daar ooit uit? Uh, mijn stap is geweest om uiteindelijk gewoon de stekkers eruit te trekken... en te zeggen, nou, laat maar kijken wat de schuldeisers doen. En toen was er één iemand, de heer Van Beek, als zal zijn naam nooit vergeten... van de Belastingdienst, die zei, meisje, ga de schuldsnering in. Dat is jouw enige oplossing. Want jij komt hier nooit meer uit. Hoe goed je ook je best doet, jij gaat hier nooit meer uitkomen. Dus de enige persoon die mij echt toen... Terwijl die werkte bij de Belastingdienst, die kwam beslag leggen en die zei, ga dit alsjeblieft doen. En dan ga je dat traject in. Omdat iemand die er dus ervaring mee hebt, die vriendelijk genoeg was om mij te vertellen, die heeft gezegd, uh, die stap moet je nu gaan behandelen. En wat is dan de schuldsanering? Dat is een traject. Je gaat eerst, je komt uh, nou ja, goed, bij iemand in gesprek, dat wordt dan jouw bewindvoerder tussen zaakjes. En dan heb je verschillende trajecten. Eentje die geeft jou leefgeld, of eentje die gaat dan dat traject met je in als alle schuldeisen akkoord gaan. En dan krijg je een bedrag wat je per maand overhoudt. En daar moet jij van leven. Tot hoe, lang, hoe lang is dat dan? Drie jaar. Ik heb een traject van drie jaar gehad. En dan ben je van die vier ton schuld af? Ja, van, van de schuld wel. Uh, alleen dan krijg je nog de nasleep van uh, de BKR-melding, die heel veel mensen vergeten. Dus je kunt nooit meer een bedrijf beginnen. Vijf jaar niet. Je kan vijf jaar lang niet eens een mobiel abonnement afsluiten. Uh, een huis kopen. Niks? Nee. 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 Maar vijf jaar is dat? Vijf jaar. En dan ja. Dan ben je, heb je weer een schone lei. Dan heb je weer een schone lei. En dan, ja, dan, dan, dan ga je weer aan de slag eigenlijk. Nou, ben je helemaal vernieuwd. Je zat heel diep in de schuld. Je bent eruit gekomen. En ja. je, je dacht ook, ja hier moet ik wat mee met die ervaring die ik heb gehad. Ja, vooral omdat uh, op het moment dat je dus de schuldsing inging... in mijn geval, ik niet meer als mens werd behandeld. Het was mijn schuld. Uh, letterlijk en figuurlijk. Hè. Het was geld schulden. Maar het was ook mijn fout dat ik zo ver ben gekomen. Er werd niet gekeken wat eraan vooraf is gegaan en ik had zoiets van, dit moet anders kunnen. Er moeten mensen zijn die het nog niet zo ernstig als mij hebben, maar die wel al merken van, hé, hey, ik trek dit niet, die moeten bij iemand terecht kunnen. En um, eigenlijk heel lang de stap niet durven nemen en vorig jaar uh, de stap durven nemen om bij ABIN AMRO de overstap te maken naar budgetcoach. En gewoon de mensen als mensen te behandelen en dat, dat ook in je gesprek te zeggen. Oké, okay, je kan misschien een foute keuze hebben gemaakt... maar laten we zoeken naar een oplossing. Ja, want, niet alleen maar daarover hangen. Jij kwam dan in een bedrijf uh, terecht uh, als ja. de directeur. Maar iedereen heeft natuurlijk weer een ander verhaal. Wat is het, wat is het, ja. het, het, het verhaal dat het meest voorkomt? Hoe komen mensen in de schulden terecht? Um, toch door het niet praten. Dat klinkt heel gek, maar toch door als je bijvoorbeeld... Uh, nou, de boodschappen worden nu wat duurder. In plaats van dat je dan gaat kijken van nou, wat kan ik daaraan doen... en wat houdt dit financieel voor mij in... Mensen gaan maar door met hun manier van leven. En op het moment dat jij het financieel niet inzichtelijk hebt wat er inkomt en uitgaat, ja, dan ga je op gokken leven. En dat hoor ik veel bij mijn klanten naar nou, voren komen. Ja, de verzekering is ongeveer 20 euro. De benzine zal ongeveer 100 euro zijn. En dan maak je het inzichtelijk door letterlijk op papier te zetten. En dan blijkt die 20,32 euro te zijn. Of dan blijkt die 20,18 euro 18 te zijn. En, en ze weten het vaak gewoon niet. Dus je moet meer overzicht in je leven ja, krijgen. Ja, dat vooral. Ja. Hoe lang zijn die trajecten die jij, waarbij jij mensen begeleidt? Dat is heel verschillend. Dat hangt er echt van af met wat voor... Uh... Wat voor klantvraag ze komen. Op het moment dat iemand tegen mij zegt van ik, ik kom eind van de maand gewoon 10 euro tekort, waar gaat het mis? Um, dan kunnen we een, een twee of drie gesprekken voeren. Maar heb je mensen die eigenlijk al uh, tegen het stukje aan zitten, dat de schulden zo hoog zijn dat ik als budgetcoach ook niet meer kan helpen, dan kan ik heel Heel moeilijk, zeg maar, met één gesprek al klaar zijn. Uh, hoe werkt het dan? Want jij werkt dus al bij de ABN. Ja. Als ik dan even rood sta bij de ABN, dan krijg ik dan jou aan de lijn van: uh, nee. uh, uh, Moet ik je helpen? Nee, 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 zeker niet. Nee, wij willen <laughs> okay. wel inderdaad. Kijk, op het moment dat klanten uh, bij ABN Amro zelf bellen over hun roodstand, ja? dan willen wij graag dat de collega's die die afdeling zijn uh, gaan vragen: Wat is de reden dat je rood staat? Want vaak is het niet eenmalig, hmm. het is vaak een langere periode dat je het nodig hebt. En. Vaak heb je dat op dat moment nodig gehad voor een bepaald iets. En de een zegt vanwege boodschap, maar anderen doen daar een verhuizing mee. En is dat dan de juiste keuze? Want die roodstand, ja, die moet je echt weg gaan werken. Ja, ik, ik heb nog wel. Uh, um... Mensen die dan uh, alles altijd in het, eigenlijk altijd systematisch in het rood stonden. Ja. En dan pas als de salaris gestort werd, dan werd dat op nul. Ja. En dan gingen ze weer de andere kant op werken. Maar dat is natuurlijk super ongunstig, want volgens mij zit er 15% wel op. Ja, rood je staan. zit echt op een hoog percentage. En die rente wordt natuurlijk achteraf uh, verrekend. Dus dat, dat, dat merk je dan pas later in je rekening. Je denkt, hé, hey, oh ja, die rente moest ik ook nog betalen. En vooral omdat, ja, je staat dan even misschien een dag positief, want je salaris komt binnen. Maar zodra de eerste rekening afgaat, ga je dat negatief weer in en gaat het alleen maar echt extra Kosten en dat is gewoon zonde. Ja, nou, ja, nou zitten de mensen te luisteren. Het leven is inderdaad allemaal duurder geworden. Welk advies zou je nou willen meegeven aan luisteraars die ook worstelen met dit probleem? Praten. Ga echt gewoon met iemand in gesprek. Al is het de buurman, al is het je vader, je moeder. Probeer echt dat stukje schaamte uh, voorbij te. Probeer het. het. Klinkt heel makkelijk nu vanuit mij, maar ik weet wat die schaamte betekent. Maar ga met mensen in gesprek. Want wie weet is jouw buurman ook wel budgetcoach of wie weet is jouw buurman dus handig met Excel dat hij jou kan helpen om jouw financiën inzichtelijk te krijgen en ik denk dat vooral praat als je daarmee begint dat je dan de eerste stap en de belangrijkste stap al hebt gezet. Oké, okay, maar je moet er ook nog mee uitkijken wie, met wie je in zee gaat. Want ik hoor ook wel eens verhalen. Oh, het is meer met de, als je in dat traject gaat. Ja, dat de, ja, je bedoelt, bedoelt de bewindvoerders. bewindvoerders dat is het ook nogal typisch dus. Ja, dat hoor je jammer genoeg wel. En van tevoren weet je dat niet. En, en ik hoop altijd maar dat een bewindvoerder net zo van zijn werk houdt als dat ik mm -hmm. dat doe. En dat hij alleen maar het beste met de klanten wil. Maar je hoort jammer genoeg wel die maar, verhalen en ja, ook dan zeg ik praat en ga naar de gemeente en vraag een ga in gesprek over die Ja, Neem je regie in uh, aan ja. ja. Nou dat uh, vooral ja. Ik kreeg nog net even een appje binnen van iemand die ook uh, luistert of kijkt uh, en die heeft een bedrijf. Uh, die hoorde dat van jou van na vier ton en dan na acht jaar ben je er eigenlijk helemaal van af. Is ja. dat alleen vier ton of als ik 10 miljoen heb, ben ik er dan ook vanaf? Nou, dat durf ik niet te zeggen. Okay. Kijk, je hebt een zakelijk deel en je hebt een particulier deel. Uh, voor zakelijk heb je ook echt wel aparte trajecten. Mm. Maar ik zou gewoon zeggen, ga googlen. En zoek inderdaad op zakelijke schuldsanering. Heel goed. Dat. Amé Potts, dankjewel dat ja. je hebt uh, willen vertellen over wat jou zelf is overkomen. En waar je nu mensen allemaal mee helpt. Ja, en uh, succes met al je werk. Ja, dank jullie wel in ieder geval.